Welkom in de Tele 2 Arena in Stockholm voor de eerste wedstrijd van Ajax onder 19 in een nieuw seizoen Youth League. Op jacht naar nieuw succes met veel nieuwe spelers, met een nieuwe trainer John Heitinga. En in de eerste ronde is Hammarby IF de tegenstander in deze Tele 2 Arena. De Nederlands kampioen Ajax op bezoek bij de onder 17 kampioen van 2 jaar geleden. Want op die manier heeft Hammarby zich geplaatst. En daarom treffen deze twee ploegen elkaar vandaag in het Domestic Champions Pod. De route voor landskampioenen op weg naar hopelijk een lang toernooi. Op weg naar die finale in Nyon. Handige bal naar Bengtsson. Het klaarleggen en het schieten. En Elmaat met de eerste redding van de wedstrijd. Het schot was van Edlund. Kemper verlengt. Daar is nog Sierhuis. Krijgt zijn voet niet vol tegen de bal. Dat is een grote kans. En de sfeer in deze Tele 2 Arena opperbest. Het is een mooie ambiance. En dat is wel eens anders geweest in deze fase van het toernooi. Ajax moet zoeken. Het klaarleggen van Sierhuis voor Ekkelenkamp. Ilatupa. Pasquali heeft hem voor zijn linker. Kemper. Ilatupa. Weer vanaf die linkerflank naar het middenveld gekropen. Nunnely. Goeie voorzet. Sierhuis. Weer dichtbij. Weer net over. Nu schiet hij de bal eigenlijk te veel naar de grond. Waardoor hij over de lat stuitert. Pasquali weer laag. Sierhuis loopt hem in. Het is de derde goede kans voor Sierhuis. Sidoel. Dan even wat lucht voor Hammarby. De kansen worden steeds groter voor Kai Sierhuis. Mooie paas. Jared Marston is weggelopen. Nu met Solomon voor zich. En Solomon ziet het goed. Nunnely heeft nu ruimte. Nunnely. Binnen door Nunnely. En dan Ekkelenkamp. En dan gaat hij erin. Keeper zit er nog wel aan, maar het is niet voldoende. En Jurgen Ekkelenkamp schiet Ajax op een 1-0 voorsprong. En dus ook het belangrijke uitdoelpunt. Nunnely had wat ruimte. Benut dat goed. Zijn schot wordt eerst gekeerd door de doelman. En dan lijkt de doelman ook die inzet van Ekkelenkamp nog te kunnen keren. Maar is het niet voldoende en gaat die bal er toch in. Ekkelenkamp krijgt hem weer terug. Geen buitenspel. Ekkelenkamp met een listig lopje. En het is meteen 2-0. En het is weer Jurgen Ekkelenkamp. Het is de man in vorm. Want dit is al nummer 5 van het seizoen. En in 2 minuten tijd scoort de middenvelder 2 keer. En zo zit Ajax ineens op rozen. Wat gaat er door het hoofd van de coach van Hammarby? Gaan ze heel anders spelen? Blijven ze hetzelfde doen? Ze zullen moeten komen. Ze zullen op jacht moeten naar doelpunten. Durmaz pikt op. En dan ligt er wat ruimte. Is hier de kans voor de 2-1. Elmaats met een hele goede redding. Voorkomt de aansluitingstreffer. Voorkomt het doelpunt van Mitander. Rielander door de benen bij Ilatupa. Maar Ajax kan eruit. Want Bakker verovert de bal. Nunnely. Weer met veel ruimte. En veel Ajaxiden om zich heen. Nunnely naar zijn linker. Nunnely. En prachtig raakgeschoten. En zo lijkt Ajax het hier in Zweden al te gaan beslissen. Was belangrijk. Bij de 1-0
En nu zorgt hij zelf voor de 3-0. Heeft de ruimte, heeft de snelheid. Binnendoor en dan met links in de korte kruising. En is er dus altijd nog kans op meer. Pereira. Sidhu. Pasquali. Gravenberg. Mooi meegenomen. Gravenberg. Prachtig doelpunt. 4-0. Ryan Gravenberg. En wat een controle. Hoe hij die bal meekrijgt. En zo wordt het in de 89e minuut dus ook nog 4-0. En zo zit het erop in Stockholm. Mag je zeggen dat de volgende ronde bijna binnen is voor Ajax. Voor rust was het een gelijk opgaande wedstrijd. Maar na rust maakt Ajax het verschil. Twee doelpunten van Jurgen Ekkelenkamp. Doelpunt van Jay Nunnally. En het slotakkoord kwam van Ryan Gravenberg. Een tweeluik. Met Hammarby IF mag halverwege beslist genoemd worden. En dat is een knappe prestatie van de ploeg van John Heitinga.